allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering in de Waggie met Boubacar. Vandaag hebben we een bijzondere gast, Nijmegenaar. We hebben een thuiswedstrijd. Laatst konden we niet opnemen in de auto, maar zijn we bij hem op kantoor uitgenodigd. Blijf kijken en see you of ik het heb. Allemaal, zoals jullie zien zitten we dit keer niet in de Waggie, maar zitten we op kantoor bij in mijn ogen de baas van Nijmegen. De burgemeester van Nijmegen, meneer Bros. Welkom. Dankjewel. En ook welkom hier op mijn kamer. Ja, leuk dat jullie hier zijn. Ik weet niet of je de kamer goed kunt zien, maar ja, dit is mijn kantoor op stadhuis. Ja, voor de meeste denk ik een bekende gezicht, vooral de Nijmegenaren, maar vertel, wie heb je vandaag te maken? Die niet kennen, die zullen denk ik weinig zijn. Maar... ik ben Hubert Bruls, ik ben burgemeester van Nijmegen sinds mei 2012, dus bijna 9 jaar al hier in de stad. En het leuke is dat ik in het verleden, heb ik hier ook al een hele tijd gewoond, want ik ben hier komen wonen toen ik 18 was, als student, en daarna ben ik hier blijven hangen. En hebben we al 20 jaar daarna nog in de stad gewoond. En ja, sinds 9 jaar is nu weer burgemeester. Dus wat is de reden dat je dan blijft hangen? Nou, het is gewoon een hele leuke stad. Ik had hier mijn opleiding gedaan. En ik kon werk vinden waarvoor ik ook niet hoefde te verhuizen. Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Want ik had het heel erg naar mijn zin in Nijmegen. En ja, toen ben ik hier blijven hangen. Op een gegeven moment mijn vrouw leren kennen, niet in Nijmegen, maar elders. Maar die kwam me ook hier bij wonen, zijn hier getrouwd, kinderen geboren. Nou ja, zo word je dan zelf een heel Nijmegens gezin, hè. Dus je bent eigenlijk nu een burgemeester van Nijmegen, maar ook een echte Nijmegenaar. Nou, ik woon in ieder geval al ruim meer dan de helft van mijn leven in Nijmegen. Ja, weet je, ik vind dat iedereen, ook al woon je hier maar een week, is Nijmegenaar. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn mensen die wonen hier vaak met van familie op familie, al een hele tijd, die weten niet eens beter. Maar ik vind dat iemand die hier maar kort woont, is ook een Nijmegenaar, iedereen hoort erbij. Dus ik ben niet zo van, jij bent een echte, jij bent een minder echte Nijmegenaar. Zo gaar, dat is wel lelijk. Hè? Ik vind niet dat je dat moet zeggen, en dat, zo voel ik het ook niet. Wat ik leuk vind in Nijmegen is juist dat er zoveel verschillende mensen wonen. Dat vind ik echt opvallend. Verschillende mensen die overal vandaan komen. Sommigen wonen hier al met familie, nou ja, zeg maar honderden jaren. En anderen zijn net een week hier. Hè? Dus eigenlijk is iedereen Nijmegenaar allemaal 10 dagen of 2 jaar. Als je hier woont, ben je Nijmegenaar. Even terugkomen op de livestream die we hadden via Instagram. Hoe was het bevallen? Nou, was wel leuk. Ja, ik ben niet iemand van Instagram. Dus voor mij eigenlijk de eerste keer dat het zo ging. Maar was wel leuk om te doen. Het is door de corona merk ik wel. Ja, niet zo de Instagram, maar ik doe wel veel meer met filmpjes die dan bijvoorbeeld op de Facebookpagina van de gemeente worden gezet. Dus voor mij wel opnieuw, want ik ben meestal niet zo van die social media. Maar ik vond het wel leuk en leuke vragen. We hebben toen ook nog best wel, ik geloof wel een uur, hè, zijn we zo bezig geweest. Dus we hadden hoop te vertellen. Dat was gewoon vanuit de woonkamer of vanuit het mensenhuis hebben we dat toen gedaan? Volgens mij wel, ja. Toen zat ik gewoon thuis, hè. Ja, zeker. Ja, ik was toen thuis, klopt. Ja, dat gebeurt dus nu ook vaak. Dan zit ik achter een computerscherm. Ik moest even nadenken. En dat gebeurt nu vaker achter een computerscherm. Heb je dan een gesprek met iemand? Is wel apart, hè. Dat is anders, hè? Ja, echt wel. Ik merkte wel dat je in het begin wat moeite mee had, want je kwam er niet echt helemaal in. Heb je toen jouw dochter zich op om in te loggen? Of was dat toen gaan? Oh, dat niet goed. Ja, de eerste keer heeft, ik denk mijn oudste dochter, heeft het toen even geholpen inderdaad. Ja, die Instagram account van de gemeente, en nogmaals, ik gebruik het niet. En die was er zo mee klaar, dus dan zat ik er zo op. We hebben vandaag wat onderwerpen bespreken, wat vragen binnen gehad van de jongeren. Voornamelijk over verkiezingen, de corona, de vaccins. Vandaar dat wij hier zitten om wat vragen te stellen. Hoe zie jij de aankomende verkiezingen? Wat verwacht je? Nou, ik denk dat het natuurlijk heel bijzonder is dat de verkiezingen, dat we 3 dagen mogen stemmen. Dat heeft alles met corona te maken. Maar ik denk dat daardoor meer ruimte dan ooit is om je stem uit te brengen. Echt letterlijk, hè, want je moet 1,5 meter afstand houden. Ook in het stembureau. Maar we hebben alles voor elkaar. Overigens zijn de stembureaus open maandag, dinsdag en woensdag, hè, 15, 16, 17 maart. Dus er is eigenlijk, ik zie het heel positief tegemoet, dus laat iedereen maar komen. Ja, tot een belangrijke verkiezing zijn, hoef ik denk niet te zeggen. De Tweede Kamer, dat is toch de belangrijkste wat we hebben in Nederland. Want dat beslist niet alleen over 1 stad,
echt over heel Nederland. En ja, noem het maar op, hè. Of dan gaat het over school, of over economie, banen, over inkomens, hè, uitkeringen, noem het maar op. Daar gaat de Tweede Kamer over. En genoeg ruimte, letterlijk en figuurlijk, om te gaan stemmen. Toch merken wij dat er heel veel jongeren zijn die niet stemmen. Heb je daar begrip voor? Of, Ja, kijk, het is bij jongeren, dat is eigenlijk elke verkiezing wel ongeveer hetzelfde. Dat snap ik ook wel, want die zijn natuurlijk niet de hele dag met politiek of zo bezig. En zeker niet dat je komt van een middelbare school en je wordt 18 en krijg je zo'n oproepkaart. Misschien heb je er nooit in verdiept, hè? Dus ik snap wel dat het wel lastig is. Maar ik denk naarmate de verkiezingsdagen dichterbij komen, dan horen ze er toch meer over. Hè? Van vrienden of vriendinnen, of van ouders thuis, hè? Of oudere zussen of broers. Ik denk dat we uiteindelijk toch wel veel gaan stemmen. Want als je kijkt naar de opkomst, hè, is die onder jongeren zeker niet slecht als je terugkijkt. Dus waarom zou dat nu opeens wel slecht zijn? Ik denk dat ze komen. En misschien is juist door de corona, omdat we nu gemerkt hebben hoe belangrijk het is, wat voor besluiten worden genomen. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal gemerkt, nou neem eens iets als de avondklok. Dat is toch nog wel een heftig besluit. Maar ja, dat wordt wel genomen door de politiek in Den Haag. Dus ik denk dat ook jongeren nu echt hebben gemerkt wat politiek doet. Hè. Dat was niet iets wat wij zomaar eens met elkaar bedacht hadden. Het is echt een besluit genomen in politiek Den Haag, ook door de Tweede Kamer. Dus er is genoeg om je in te verdiepen en om te gaan stemmen. Ja, ik denk dat er heel veel jongeren zijn die een beetje anti-maatregelen zijn geworden naarmate tijd. Er zijn ook politieke partijen die daarop inspelen. Denk je dat die jongeren daarop zullen stemmen? Ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Ik ga ervan uit dat jongeren, net zoals ouderen, gewoon wat meer verder kijken en hun neus langs. Maar natuurlijk, die coronamaatregelen zijn heel belangrijk. Maar bedenk één ding voor je het stemmen ingaat. Je brengt een stem uit voor de komende 4 jaar. En als die coronamaatregelen hopelijk later dit jaar van tafel zijn, zit je wel vast aan die stem. Dan kun je niet zeggen, oh wacht eens even, ze vinden nou iets, ik noem eens wat, van stages op school, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja, daar had je er nu naar moeten kijken, hè? Daar had je nu naar moeten kijken. Als je alleen maar stemt omdat je het niet eens bent met een avondklok, zou ik niet heel verstandig vinden, maar dat gaat niet gebeuren. De meeste jongeren kijken echt wel verder hun neus langs. Ik heb ook 2 dochters en er wordt in die kringen echt wel over meer gesproken dan alleen maar corona of wat er op Instagram een hit is, hoor. Gelukkig maar. En wat zou je die jongeren willen adviseren op basis van stemkeuze? Waar moeten ze op letten? Ah, je moet letten op wat jij belangrijk vindt. Kijk, ik vind altijd als je zo aan het begin staat, ik probeer me even te plaatsen toen ik in die leeftijd was, dan moet je voor jezelf misschien eens even 5 minuten tijd nemen en denken, wat vind ik nu belangrijk in het leven? Wat vind ik nou belangrijke dingen, waarden? Dingen die geregeld hebben, los even van concrete politiek. En vanuit die hoek moet je dan gewoon eens kijken, bijvoorbeeld de stemwijzer. En dan kom je er wel uit. Ja, top. Even genoeg over het... genoeg over het stemmen. Het gaat niet zo goed met jouw favoriete club. Je gaat het in ieder geval Liverpool hebben, hè? Ja, we gaan het over Liverpool hebben. Nou, ze hebben wel de Champions League hebben gehaald, maar positieve woorden dit seizoen niet. Nee, dit is waardeloos. Echt de slechtste kampioen ooit, hoe dat kan. Ze hadden zo'n geweldig kampioenschap en dan al die thuiswedstrijden verliezen. Sommigen zeggen het ligt eraan dat er geen publiek is, hè? Ja? Ja, dat zij zo'n fanatiek publiek hebben dat het verschil maakt. Ze hebben 1 uitwedstrijd gewonnen, hè? In Budapest. Tegen Leipzig. Dat was met publiek ook. Ja, dan moesten ze in Budapest moesten ze spelen. Dat was dan zo'n thuiswedstrijd. Nou, volgende onderwerp zou ik me voorstellen. Nee, dat gaat niet meer worden dit seizoen, hoor. Nee, maar voor de mensen die het niet weten. Ja, meneer Bros is een Liverpool-fan. Dat had ik toen besproken in de... Ja. Livestream. Ik kreeg toen ook van berichten van jongeren die ook Liverpool fan waren. Die vonden het mooi dat jij voor voetbal hier. Ja, maar we blijven van Liverpool. Want er hangt een vlaggetje hier van een van de kampioenschappen Europa Cup 1 in de jaren 70 die ze hebben gewonnen. Je moet altijd je club trouw blijven, ook al gaat dit seizoen niet goed. Maar wie weet, dan gaat NEC misschien de na-competitie halen. Hè? Ja. En, dus er zijn altijd weer wel andere clubs die dat dan een beetje compenseren. Ja. En verwachtingen van NEC, hoe gaat het dit jaar? Nou, ik vind dat ze eigenlijk voor een heel jong team best aardig doen. Kijk, die gaan niet rechtstreeks promoveren. Nee. Maar wel de na-competitie halen. Ja, de na-competitie is ook een beetje gokspel. Hè? Dat kan alle kanten opgaan. Dus wie weet. Maar als je eerlijk bent, ik denk de NEC goed genoeg voor de top 5. Maar nou, niet helemaal sterk genoeg om naar de Eredivisie te gaan. Maar ja, wie zou het zeggen? Over NEC gesproken, pas geleden mocht er
mensen weer komen kijken in het stadion bij NEC. Ja, een proef, hè? Ja. Hoe was dat bevallen? Ik denk dat je het een en ander meer hebt gekregen. Ja, zeker. Ik ben zelf niet bij geweest, maar ik geloof dat het wel goed gegaan is. Hè. Kijk, dat was een zogeheten field lab, zoals ze het in Engels hebben. Dus het was echt meer met begeleiding onder wetenschap. Hè. Dus het was niet zomaar, hey, het stadion zo op je kunt kijken. Ze hadden het publiek in verschillende groepen ingedeeld. De ene groep mocht bijvoorbeeld dicht bij elkaar zitten, de andere moest uit elkaar staan. En mochten wel weer wat drinken en zo. En dat was wel goed gegaan. Ze hebben er wel veel van geleerd. En dan kun je misschien afvragen, waarom hebben ze dat dan gedaan? Want de week erop mocht er geen publiek bij zitten. Nee, het was ook echt een proef. Ze hebben het nog op een paar plekken gedaan, ook in Almere bij het voetbal. En de mensen die het onderzoeken, die gebruiken dat om daar tips uit te krijgen. Voor straks als er weer met publiek gevoetbald mag worden of evenementen zijn. Om dat dan op een toch veilige manier te laten gebeuren. Zodat er toch ook weer mensen op af kunnen komen. Dat is toch het leukste natuurlijk. Ja, zeker weten. Zonder publiek zie je nee, is het nog minder. Hè. Soms zie je wel eens op die samenvattingen van het verleden op de televisie. Ik zag laatste doelpunt wat Barreto maakte tegen Feyenoord. Dat is de laatste, voorlaatste doelpunt van NEC. Dat was meer dan 10 jaar geleden. In een volle kuip. Met een publiek wat erom zit. Je weet niet wat je ziet. Hè. Na een jaar heb je geen publiek gezien. Dan zie je zo'n tribune. Ja, dat wil je weer terug hebben. En dat geldt ook voor muziek natuurlijk, of leuke dingen doen in het wijkcentrum. Ja, je wil met mensen doen, niet via een schermpje thuis, hè. Dat is wat minder. Ik wil het hebben over een stuk wat 2 weken geleden in de krant was gekomen. Je had toen gezegd van, er moet meer versoepeling komen van op dit manier kan het niet verder. Kunt u daar meer over vertellen? Ja, kijk, ik sta er helemaal achter tot we de afgelopen jaren, dat is nu een jaar geleden, hè, maart vorig jaar, dat we allerlei strenge maatregelen hebben moeten nemen om elkaar te beschermen tegen het coronavirus. Maar we zijn nu begonnen met vaccineren. Hè. Er zijn meerdere vaccins en heel veel mensen gaan het krijgen, steeds meer. En als het zo doorgaat, dan hebben we over een paar maanden, ja, is eigenlijk iedere Nederlander die dat wil, die heeft dan een vaccin gehad. En dat is wel wat we steeds hebben gehoopt. Hè? Dat is ons steeds gezegd, ook door de doktoren. Die hebben steeds gezegd, van als we een vaccin hebben, dan kunnen we echt pas weer veilig leven. Nou ja, dat komt nu. En je merkt dat na een lange winter, waar het voor iedereen heel moeilijk is om niks te kunnen, heel te thuis te zitten, ja, dan vind ik het nu wel tijd geworden tot we eigenlijk die belofte ook nakomen. Tot we langzaam maar beter, en ik moet niet in één keer alles openzetten, wordt het veel te druk bijvoorbeeld in de binnenstad. Ja. Want dat je beetje bij beetje weer meer mogelijk maakt. Bijvoorbeeld eerst eens een terras open bij een horeca gelegen, bij een kroeg. Langzaam wat meer mensen winkelen in wat nu al gebeurt. Ja. Sporten, hè, is al wat open gedaan. Nou, zo zie ik dat ook. En dat moet nu de komende weken, maanden meer gebeuren. Want we hebben dat echt wel nodig. Weet je wat je zou kunnen zeggen? Je hebt eigenlijk drie vormen van crisis, als ik het even plechtig maar uitdruk. Je hebt natuurlijk de gezondheidscrisis, het virus. Ja, als we jongeren zijn die denken, dat zal mij niet raken, dat is niet waar. Ook als je jong bent kun je het krijgen en je kunt het ook overdragen, bijvoorbeeld aan je opa en oma, dus dat is het virus. Maar er is natuurlijk ook een economische crisis. Heel veel mensen zijn een baan kwijt of een bedrijf raakt failliet. Dat kan niet zo blijven doorgaan. Je moet toch een keer je inkomen kunnen verdienen. En we hebben te maken met wat ik dan maar noem een sociale crisis. Hè. Heel veel mensen, zeker ook jongeren, kunnen niks, zitten alleen thuis. Hun hoofd begint er maar door te draaien. Je kunt je vrienden niet ontmoeten, nergens heen gaan. Je school en stage ligt stil. En ik snap heel goed dat je dan ook zorgen maakt van, hey, kan ik nog wat aanhaken? Krijg ik straks nog wel een goede baan als het zo met die opleiding doorgaat? Daar moeten we vanaf. Dat moet weer terugkomen na een jaar. Dat is wel erg lang. Yes. En dat komt dus nu ook vanwege de vaccinatie. Daarom heb ik een paar weken geleden ook naar buiten toe gezegd van die maatregelen zijn altijd prima geweest, maar nu komt ook een tijd dat we minder maatregelen. Dus moet ik gaan versoepelen. Bent u al zelf gevaccineerd? Nee, nog niet. Maar ik reken erop dat ik binnenkort een uitnodiging krijg, maar ik heb het zelf nog niet gehad. Maar ik ga het zeker doen hoor. Wij komen ook jongeren tegen die er niks mee te maken willen hebben, die totaal niet gevaccineerd zijn. Nee, dat is niet. En waarom dan niet? Ja, de een vindt verschillende reacties. De ene wil het niet, de ander vindt, ik ben te jong, ik heb het niet nodig, ik heb een sterk immuunsysteem. Wat zou je tegen deze jongen willen zeggen? Ja, kijk, we hebben in Nederland natuurlijk sowieso de afspraak, onder de 18 jaar is het niet en het is natuurlijk niet verplicht. Je bent er, dus net als bij een ander vaccin, of bij een griepvaccin, dat kun je vrijwillig doen. Maar ik zou toch aanraden om het te gaan doen. Als het niet alleen voor jezelf is, dan ook voor anderen, zodat we allemaal beter beschermd raken.
En hou er rekening mee. Ik denk dat werkgevers en ook scholen, en die zullen straks wel gaan vragen, ben jij gevaccineerd? Want je moet je voorstellen, we zitten hier nog op afstand. En straks staan we hier, nou, deze kamer met 10 mensen bij elkaar. En dan gaat iedereen toch denken, ben ik wel veilig? Hey, heb jij wel een vaccin? Dus het zal gevraagd gaan worden. En het zal wel zonde zijn dat je dan, bij wijze van spreken niet je favoriete café naar binnen kan. Omdat de café-eigenaar zegt, van ja, het is je eigen keus. Maar het is mijn keus om hier alleen maar mensen binnen te laten die getest zijn. Dan wel een vaccin hebben gehad. Dus ik zou, als je dan niet voor jezelf per se nodig vindt, wat ik denk dat wel verstandig is, denk dan eens even aan, het heeft wel gevolgen voor jezelf, of misschien voor anderen, voor je opa, je oma, voor je vader en je moeder. Je kunt het nog steeds overdragen. En als jij het weer krijgt, kun je het ook wel overdragen naar anderen. Dus het gaat niet alleen over jezelf. Het gaat ook meer voor anderen. Het gaat meer voor anderen, maar je kunt er dus zelf ook, word je misschien niet ziek, wat je nooit kunt voorspellen. Er zijn ook gewoon jongeren ziek geworden. Maar ook al denk je dat, besef wel dat er wel een kans bestaat dat je niet overal aan kan meedoen, want heel logisch, andere mensen kunnen denken, ja, als jij niet vaccineert, waarom moet ik risico lopen? Dus dan wil ik even niks met jou te maken hebben. Ja. Dus ik zou het doen. En kijk, die vaccins zijn allemaal goed getest, hè. Die zijn allemaal goed getest. Kijk, natuurlijk, dus met elke spuit, je kunt er even wat beroerd van worden, of misschien een lichte koorts hebben, maar de meeste mensen hebben er helemaal geen last van, wat ik zo hoor. Ik bedoel, wij zijn in Nederland nu bezig, maar in andere landen gebeurt het ook, hè. Ja, kijk, het kan toch niet zo zijn dat we nu miljoenen, tientallen, honderden miljoenen mensen vaccineren in de wereld zijn en het zou niet deugen. Dat lijkt me ongeloofwaardig, want dan hadden we dat al lang gehoord. Hè? Dus ik zou het gewoon doen. Even erheen gaan, een kwartiertje rustig zitten en dan weer verder. Ik hoorde dat ongeveer in begin juli iedereen gevaccineerd is. Denk je dat? Ja, dat is de voorspelling. Dat kan, als we genoeg vaccins krijgen. Kijk, we hebben genoeg plaatsen, hè, bij de GGD of bij je huisarts. En voor mensen die in het ziekenhuis zijn, in het ziekenhuis zelf natuurlijk. We hebben echt genoeg plaatsen waar geprikt kan worden. Alleen, ja, er moeten wel genoeg vaccins komen. Dat was de afgelopen 2 maanden nog wel even een probleem. Maar dat schijnt nu veel sneller te lopen. Als dat zo doorgaat, dan is over een paar maanden iedereen die gevaccineerd wil worden, hè, kan een prik gehad hebben. Dus verwacht je dat nadat iedereen gevaccineerd werd, normaal leven? Ik denk dat we in de zomer echt zullen gaan merken dat we weer het normale leven flink hebben kunnen oppakken. Helemaal precies voorspellen kan ik het natuurlijk niet. En wat natuurlijk wel kan zijn, is dat bijvoorbeeld wel nog een tijdje geldt dat je 1,5 meter afstand moet houden. Maar ik denk dat dan wel de meeste dingen gewoon weer open zijn en bezocht kunnen worden. Dat denk ik wel. Nogmaals, als de vaccins nu er maar wel binnen komen stromen en goed geprikt kunnen worden. Want dat is wel de harde randvoorwaarde. Wat mis je zelf het meeste Nijmegen? Wat voor corona was? Met de corona, ja. Ik vind het zelf jammer dat ik niet ergens heen kan om een kopje koffie zo te drinken. Of eens een keer naar de film gaan. Dat vind ik wel jammer. En je kunt daardoor ook geen mensen ontmoeten. In mijn werk, je hebt geen leuke openingen of bijeenkomsten. Maar of het nou met jongeren of met ouderen is. Alles is op afstand. Of maar met 1 of 2 mensen. Dat vind ik wel heel vervelend. Maar het geeft ook wel heel veel rust, moet ik zeggen, hoor. Ik heb in het weekend nog nooit zo rustig gehad. Ik heb dan ook zoveel voetbal kunnen kijken als het afgelopen jaar in het weekend. Dus dat heeft dan ook weer een klein voordeel gehad. Maar laten we maar snel meer aan de gang kunnen en elkaar kunnen ontmoeten en een hand geven of zo. Ja, je gaf net ook in het begin dat het ook een economische crisis geworden voor velen. Aha. Wat heb je tegen die mensen te zeggen? Ja, dat ik heel veel waardering heb hoe zij het volhouden. Want kijk, we horen natuurlijk af en toe van mensen die het heel moeilijk hebben. Maar neem er van mij aan, een heleboel mensen die geen werk hebben of waarvan een bedrijf niet loopt of slecht loopt. Die zitten gewoon thuis en die hoor je niet. En ik heb daar heel veel waardering en begrip voor hoe moeilijk ze hebben. Ik vind het ook knap hoe ze het ook volhouden. Aansluitend wat ik net zei, van als het de komende maanden met die vaccins dan goed gaat lopen. Dan zou ik zeggen, nog even volhouden. Want er komen echt wat betere tijden. Hè. Dat zagen we vorig jaar ook even. Het was maart, april best wel hard. Toen kwam de zomer. Toen kon er toch nog een heleboel. Nu hebben we echt een hele lange tijd achter de rug. Hè. De hele najaar, de hele winter was natuurlijk niks. Maar er komt nu echt wel zon. Licht aan het eind van de tunnel komt eraan. Dus nog even volhouden. Heb jij nog een mooie boodschap voor je? Ja, ook voor de jongens zou ik zeggen. Het zijn hele heftige tijden, want het is niet alleen alle leuke dingen die je kunt doen met je vrienden, die je niet kunt doen, maar ook school, je opleiding niet.
Ik ben blij dat dat nu langzaam weer opkomt, dus ook volhouden. En als je er toch even doorheen zit, of je ziet het niet goed gaan, of je merkt het bij een van je vrienden of je vriendinnen, gewoon even contact opnemen. Even een berichtje sturen of iemand bellen die je kent die dan misschien iets wil doen. Maar dan worden, laat het niet gebeuren. Hè. Kom uit je schulp, kom uit je bubbel en laat het even horen. Stuur een mailtje of app wat rond. Of ga desnoods op dat geliefde Instagram van jou zitten. En laat het gewoon horen. Maar kijk, als mensen iets zeggen of als iets gebeurt, dan kunnen we nog proberen om iemand te helpen. Nee, duidelijk. We zien ook heel veel eenzaamheid onder de jongeren. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heb je nog tips om dat eenzaamheid te bestrijden? Ja, eigenlijk hetzelfde. Het is natuurlijk heel lastig. Hè? Ik bedoel, als je thuis zit en je kan niemand ontmoeten, misschien behalve je ouders en voor mensen die op een kamer zitten alleen, zelfs dat niet. Hè? Dan zit je er ook maar alleen. Ga er maar buiten, ga eens een wandeling maken met iemand. Dat hoor ik ook veel doen, ook veel jongeren. Hè? Die hebben nog nooit zoveel gewandeld als nu. Dan kun je elkaar toch ontmoeten, of als je toch naar de supermarkt gaat en iets aan. En ook hier, laat het even horen. Laat het even weten bij iemand als je echt er doorheen zit. Voel je niet te groot, hè? Niet te trots, want het is voor een heleboel mensen lastig. Ik vind het ook een lastige tijd. Het is helemaal niks om voor je te schamen, gewoon mee naar buiten treden. En kijken of we geholpen kunnen worden. Misschien wel door jou, of door mij, wie zal het zeggen. Ja, wie weet. Dankjewel. Ja. In ieder geval, meneer Bruls. Of moet ik zeggen, Hubert? Hubert mag ook gewoon. Ja, dankjewel voor je komst. Dankjewel dat we je mochten interviewen. Wat vragen mochten stellen. Nou, dit was dan het interview met meneer Bruls. En tot de volgende keer. Tot ziens.